Goedemorgen allemaal. Welkom op dit webinar over toepassing en innovatie van hemelwater. We hebben in dit geval Fred Prins bereid gevonden om een toelichting daarop te geven. Dat gaan we ongeveer een klein half uurtje, drie kwartier doen. Ik zal eerst even een korte samenvatting doen van hoe het eruit ziet. Nou, we starten dus rond 11 uur. Als we even kijken, de TVVL. We zijn een platform voor het uitwisselen van kennis. Daar zijn we vrij uniek in. We kennen ongeveer 1000 persoonlijke leden en ook 500 bedrijfsleden. Dus als jullie nog geïnteresseerd zijn na deze presentatie om ook jullie bijdrage te leveren. Hè, persoonlijke leden zijn natuurlijk hartstikke welkom. En ook bedrijfsleden. Daardoor kunnen wij verder bouwen aan onze kernzaken zoals kennisdelen, kennisontwikkeling, kennisoverdracht. Ik zal daar nog even specifiek op actuele zaken nog even inkomen. Dan inderdaad, wij doen niet alleen kennis delen, maar daar hebben we de kanalen voor om enerzijds welbekende de cursussen die we volgen. Op de website kun je er wat meer over vinden. Verder hebben we inderdaad expertisegroepen en communities. En in het kader van corona doen we op dit moment met name alleen maar webinars. Dat zijn we wel aan het afbouwen. En proberen ook weer te kijken, nu in Q4 van 2020, om te kijken dat we meer naar fysieke bijeenkomsten gaan. Of hybride vormen. Hè. Dus dit zijn toch wel een van de laatste webinars die we nu op dit moment doen. En verder, zoals je ziet, hebben we nog een landelijk als regionaal netwerk. Want deze webinar is ook geïnitieerd vanuit de regio Limburg. Eigenlijk in samenwerking met een landelijke organisatie. Dan hebben we ook, wat heel actueel is, is natuurlijk de corona vraagbaak. Daar kun je op het moment dat je dingen weet of vragen hebt, kun je ons daar voor raadplegen om te kijken hoe je aan bepaalde kennis komt om uiteindelijk je klant of je vraag of waar je mee zit om daarin verder te komen. Of dat we je verder kunnen helpen waar je bepaalde informatie zou kunnen ophalen. En dan hebben we nog de raar jaaractie. Ik denk dat dat het beste is om, om even op onze website te kijken. Wat je daarvoor, daar kun je een aantal zaken gewoon voor vinden. Dan even voor het programma voor vandaag. Ik heb even de introductie gedaan. Dan zal dadelijk een klein half uurtje, 40 minuten, zal Fred Prins wat gaan vertellen over toepassing en innovatie van hemelwater. Als er vragen zijn, dan kun je die in de Q&A stellen. In principe hebben we afgesproken om dat op het einde van de presentatie van Fred te doen. Maar zouden er zaken zijn die uit de presentatie blijken niet helemaal duidelijk te zijn of wat toelichting nodig hebben, dan zullen we dat even tussendoor doen. Maar in principe ja, zal Fred gewoon zijn verhaal doen en afloop zal ik even de vragen behandelen. Wat ook is dat de vragen worden geregistreerd en na afloop worden die verzameld. Fred zal die beantwoorden en Milene, de ondersteuning van het bedrijfsbureau, zal zorgen dat de deelnemers een e-mail krijgen met daarin de vragen. En dan voor de volledigheid, het wordt ook nog helemaal opgenomen, het webinar. Dus als je nog een keer wilt delen of een keer terugkijken, dan kan dat gewoon. Dus dan wil ik nu graag het woord geven aan Fred en dan hoop ik jullie een interessante webinar toe te wensen. Ja, goedemorgen. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb mijn presentatie geopend. Ik wil het vandaag dus met jullie gaan hebben over regenwater. Ik ben sinds 23 jaar werkzaam bij de firma GEP. En wij maken regenwatersystemen om je regenwater op te vangen en te gebruiken. En wij maken systemen grijswater, dus om je bad- en je douchewater te recyclen. Wordt nog wel eens door elkaar gebruikt. Maar in principe maken wij hoofdzakelijk voor de Nederlandse markt regenwatersystemen. Maar daarnaast ben ik voor de Algemene Waterschapspartij actief, bestuurlijk bij het Waterschap Hollandse Delta. Ik zit daar in de commissie Waterwegen en Vergunningen, waar ik probeer om met een technische visie naar het watersysteem te kijken en dat klimaatadaptief en klimaatrobuust, dus veilig en vooral duurzaam te maken. Want als je naar het dynamische gebied kijkt, waar ik bestuurlijk actief ben, dan als je kijkt naar het water, dan zie je al wel dat hier heel veel dingen samenkomen, letterlijk en figuurlijk. En we hebben hier best veel problemen. En dan moet je denken aan verzilting, vismigratie, medicijnen, hormoonresten in afvalwater.
En met name voor de agrarische sector, de beschikbaarheid van zoetwater, wat met die verzilting steeds problematischer wordt. Dus dat zijn een beetje problemen die in de delta leven. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben, daarmee ga ik jullie niet vermoeien. En wij gaan het vandaag hebben over regen, hemelwater. En deze sheet laat zien wat het klimaat eigenlijk de laatste jaren aan het doen is. Het wordt allemaal wat extremer, wat grilliger. We krijgen steeds meer dagen waar we te maken hebben met extreme neerslag. En ons watersysteem is er eigenlijk niet op ingericht. We kunnen dat op dit moment niet aan. En daardoor heeft de Haagse overheid stresstesten uit laten voeren. Binnen alle waterschappen, maar ook binnen alle gemeentes. Om het huidige watersysteem in het licht te houden tegen de klimaatscenario's van 2050. En dat is best aanjagend, want dat betekent concreet dat wij naar buien toe gaan van 150 mm per etmaal. En dat is heel veel. Dat is echt heel veel. En dan wordt er wel eens gezegd van ja, maar dat is nog zo ver weg, dat 2050 en zo vaart zal het niet lopen en 150 is zo'n extreem gegeven, daarmee gaan we niet aan de gang. Daarom heb ik een tabelletje hieronder staan bij buien die we reeds gehad hebben. Dus niet in de toekomst kijken, maar terugkijken. En dan zie je hier dat die 150, dat we die al bijna aangeraakt hebben. Alleen het enige verschil met Nederland en de ons omringende liggende landen, is als je hier kijkt naar de plaatsen waar die buien gevallen zijn, Lievelde, Dirksland, Hupsel, dan met alle respect, maar dat zijn dorpjes met een hele kleine economische waarde. Als je dat vergelijkt in omringende landen, neem bijvoorbeeld Denemarken, die hebben een bui gehad van 150 mm. En daar staat niet een klein dorpje, daar staat Kopenhagen. Dus die hadden een directe schade van 2 miljard. En een economische schade, de vervolgschade ervan, in totaal 6 miljard euro schade. Omdat die bui boven een stad viel en niet boven een dorp. Dus dat verschilt Nederland eigenlijk ten opzichte van de andere landen. Als hier niet hadden gestaan Lievelde, Dirksland, Hupsel, maar hier had gewoon gestaan Maastricht, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dan hadden wij ook gigantische problemen gehad. Dus tot dusver zijn we gewoon de dans ontsprongen. Nou, als je kijkt naar deze gegevens, je ziet het allemaal wat extremer worden. En we praten over 50 mm per dag. Dat is typisch waterschapsjargon. Want de gemeentes, die praten in een andere taal. Die kijken naar het volgende. Die kijken veel meer naar extreme neerslag per uur. Omdat wij via boezems de mogelijkheid hebben om water wat langer te bergen. Bij rioolstelsels wordt het wat problematischer. Dus daar kijk je naar uur neerslag. En wat dan opvalt aan die cijfers, is dat eigenlijk de extreme buien die we gehad hebben, die zijn eigenlijk de afgelopen 20 jaar gevallen. Dus daarin zie je ook al dat het klimaat heel grillig aan het worden is. Het wordt steeds extremer. En dat zie je ook op perceelniveau. Dan kom je eigenlijk in het gebied van de TVVL. Daar is bij een van de laatste commissievergaderingen besloten dat we de hoeveelheid water waar we nu systemen op uitleggen, dat wil zeggen 300 liter per seconde per hectare, dat we die gaan verhogen, omdat we zien dat de extreme buien van de nabije toekomst, die kunnen niet meer verwerkt worden bij 300 liter per seconde per hectare. Dus ook dat is verhoogd. Maar dat betekent dus concreet dat we de afgelopen jaren steeds meer last gehad hebben van waterschade en van overlast. Nu maak ik daar wel vanuit het waterschap een grote opmerking over, dat op het moment dat ik een foto krijg, die ik eens krijg via de mail van stemmers, dat ze zeggen ja, maar mijn parkeerplaats staat onder water, dat ervaar ik niet als wateroverlast. Dat zie ik als het nieuwe normaal, dan moeten we maar aan gaan wennen, want een weg vind ik persoonlijk een goede manier van water tijdelijk bergen. Ik heb dat liever dan aan de andere kant van de drempel. Maar die onderste plaatjes, daar spreek je echt van waterschade. En we moeten ook voorkomen met z'n allen dat fundamentele wegen, verkeersaders, dat die tijdelijk geblokkeerd worden, omdat de economische schade daarvan gigantisch kan zijn. Kortom, het is aan ons de taak dat we dit gewoon aan gaan pakken en dat wij ons hele watersysteem klimaat robuust gaan krijgen. Dus dat is wateroverlast. Maar we hebben nog een paradox en dat laat het volgende plaatje zien. Dat is de droogte. Het wordt niet alleen extreem natter, dat wil zeggen heel veel regen later binnen een paar minuten. Maar het wordt ook steeds droger. En dit geeft een beetje een droogtekaartje van het gemiddelde van Nederland. Dan zien we dat we in de zomer licht regentekort hebben. En dat wordt in de winter weer gecompenseerd. Dus zodat we gewoon door het hele jaar dat ons watersysteem mooi in balans is. Als ik dan kijk bij de afgelopen 3 jaar, dan zie je het heel extreem veranderen. We schieten in echt hele grillige patronen. En met name de afgelopen 3 zomers waren bizar extreem. Met name als je kijkt naar Twente, Limburg. Dat is gewoon diep rood aan het kleuren. Dat betekent dat we daar echt een chronisch watertekort in de zomer gaan hebben.
En dat merk je ook, afgelopen weken is een paar keer voorspeld dat zelfs de waterleiding druk weg zou vallen. Omdat onze waterleidingbedrijven die afhankelijk zijn van grondwater, gewoon niet meer konden voorzien in onze behoefte. Dus dit dwingt ook ons om maatregelen te nemen, dat wij ons watersysteem gewoon klimaatrobuust maken. Dat wil zeggen overlast vermijden, aan de andere kant tekort, dat we dat ook op de een of andere manier in kunnen lopen. En dan wil ik nog even een misverstand uit de weg ruimen in het volgende plaatje. We denken heel vaak bij natuur en milieu en bij agrarische sector aan droogte. Maar dat is niet het geval. Juist in de, dat wil zeggen dat is niet alleen het geval, maar juist in de bebouwde regio's is verdroging is funest voor onze bouwwerken. We zien dan dat er grote gevallen van bodemzetting gaan optreden. Dus dat betekent dat we allerlei schade aan bouwkundige constructies krijgen. In de lagere gebieden met de oude steden, denk aan Amsterdam, Haarlem, Dordrecht, kennen we de typische fenomenen van paalrot. Dat zijn hele schadelijke ontwikkelingen voor onze bouwconstructie. Dat zijn allemaal gevolgen van droogte, van het rare klimaat wat we met z'n allen in terecht gekomen zijn. En dan hebben we nog een laatste punt van aandacht en gevaar. Het klinkt een beetje paradoxaal, dan zou je denken van, goh, wat heeft dat nou te maken met ons rioolstelsel en met waterberging? Maar dat is de zeespiegelstijging. En hier zien we dat de afgelopen jaren dat de zeespiegel al aan het stijgen is. Dus dat is niet een fenomeen van de toekomst. We zitten al in het proces. En als je de klimaatscenario's van de KNMI erbij gaat pakken en wat de Delta-commissie ons oplegt, dan zien we dat de komende jaren die zeespiegel heel hard gaat stijgen. Dan kan ik me voorstellen dat dat nog voor velen nog steeds het kwartje niet valt. En denkt, waar zit dat het gevaar in? Maar het gevaar, dat laat ik zien in de volgende grafiek. We hebben er al een keer mee te maken gehad. In 2012. Dan hadden we een tijd een noordwestenwind. Dus dat betekent dat je je stuwing krijgt vanuit het nauw van Collet. Het water kan niet doorheen. Dat is de bottleneck in je systeem. Dan krijg je stuwing van je Noordzee. Dus het waterpeil komt gewoon op. Dus toen zaten we een paar dagen in de situatie dat het niveau van de Noordzee, het ebniveau, hoger ligt dan ons binnenlands pijl. Dat betekent concreet voor ons als waterschap dat de uitwaterende functie gaat falen. We krijgen het water gewoon niet weg, want het stroomt niet vanzelf omhoog. Nou, dat zag je vervolgens als je naar foto's kijkt van Rotterdam in januari 2012. Dan klotst het letterlijk over de kades. Nou, je kan je voorstellen als die zeespiegelstijging zich doorzet, dat we steeds vaker en steeds langer in die situatie zitten. Dat we gewoon wateroverlast krijgen. En in die delta, dat is allereerst de aorta van de Nederlandse economie. Die mag niet uitvallen. Nederland BV heeft een groot financieel probleem. Maar er wonen ook heel veel mensen. Dus je kan daar moeilijk zeggen, we steken een dijk door bij Spijkenisse. Of we zetten Dordrecht onder water of wat dan ook. Je kan je water daar niet massaal gaan bergen. Dus we moeten met z'n allen op zoek om water te gaan bergen vanaf het begin van de regenpijp tot aan het einde. Dus weg van het idee van aan het einde van de buis lossen wij als overheid, gemeente en waterschap lossen de problemen wel op. Nee, het probleem moet vanaf het begin aangepakt worden. En je ziet ook dat de wetgever daar inmiddels op geanticipeerd heeft, want er is een waterwet. En die waterwet, daar heeft een herdefinitie plaatsgevonden. Dat was zo dat hemelwater onder het lozingbesluit viel, maar tegenwoordig is het zo dat de zorgplicht voor hemelwater, die ligt tegenwoordig bij de perceeleigenaar. Dus primair is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de berging van regenwater. Nu zit er wel een vervelend woordje in, het woordje niet redelijkerwijs. Daar kan je natuurlijk lichtjarenlang over discussiëren. Maar het komt erop neer dat er op het perceel het probleem opgelost gaat worden. Nou, dat zie je nu ook terug. Als je ziet wat er gebeurt op gemeentelijk niveau, dan zie je dat er heel veel gemeentes zijn die gaan nog niet naar keiharde reglementering, nog niet naar handhaving, BOA's, et cetera. Maar je ziet dat die een stimulerend karakter hebben. Op dit moment loopt het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Amsterdam versus Rotterdam, die krijgt het meeste verharding uit de stad. Dat is allemaal gericht met sympathieke ideeën, sympathieke plannen om te gaan afkoppelen met z'n allen. En daar hangen vaak subsidies aan. En vaak zijn die subsidies gebaseerd op dakoppervlakte. En dat je variabel 10 tot 24 euro per vierkante meter dakoppervlakte krijgt. En op dit moment is het zo dat van de 350 gemeenten zijn er 108. Die hebben een dergelijke regeling. Dat is bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw, daar valt natuurlijk een hoop te halen. En daar kan de overheid makkelijker verplichting op leggen. Dan zie je dat er vaak bergingseisen opgelegd worden. En Limburg bijvoorbeeld is 30 mm, een veelgehoorde eis. Amsterdam is recentelijk 60 mm.
Dus dat betekent concreet in Amsterdam dat als je een dak gaat bouwen met 100 vierkante meter dakoppervlak, dan moet je dus 6000 liter waterberging op het perceel creëren op de een of andere manier. Nou, er zijn een heleboel manieren voor. En je kan denken aan infiltratiekratten, die zie je vrij veel. Je kan denken aan infiltratievoorzieningen van beton. Je kan denken aan horizontale infiltratie, verticale infiltratie, retentietanks, regenwatergebruik. Er is van alles mogelijk. Maar ik ga deze ochtend eventjes wat verder op het gebruik van regenwater. Vanwege de doodeenvoudige reden dat ik merk in de praktijk dat als mensen verplicht worden tot het doen van een investering, hè, in Amsterdam die 6000 liter, dan moeten ze dus een put of een tank of wat dan ook plaatsen. Die mensen zijn ook geneigd om te zeggen dan van nou, als ik dat dan toch al moet doen, doe ik ietsje extra's. Doe dan ook maar een pomp en een filter en ik ga mijn water gebruiken voor toiletspoeling en wasmachine. En er is wel eens onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat 95% van de Nederlanders, die vindt het eigenlijk een absurd idee dat wij de wc's met drinkwater spoelen. Dus er is veel draagvlak. Dus we kunnen dat regenwater gebruiken. Nou, dat mag niet zomaar, want daar zijn ook wetten voor. Daar is een drinkwaterbesluit voor. Als het gaat om het leveren van huishoudwater waar regenwater onder valt. En er zijn er twee artikelen, die heb ik er even uitgelegd, want die zijn belangrijk. Dus artikel 4 en 5. We hebben het hier over collectieve systemen. Dus privé, wat een woning doet, daar mag je eigenlijk doen en laten wat je wil. Zolang het aan de technische normen voldoet. Maar voor collectieve systemen geldt deze wet. Dat betekent dat je je huishoudwater, waar regenwater dus onder valt, eigenlijk alleen maar mag gebruiken voor toiletspoeling. Dus niet voor tuinberegening, niet voor wasmachines, vaatwassers, douches. Nee, alleen toiletspoeling. Bij collectieve systemen. En er is nog een punt, dat is artikel 5.1. Die zegt, als je dat al gaat doen, een alternatieve vorm van water gaan gebruiken, dan mag dat dus alleen met hemelwater van het dak of grondwater. Dus dat klinkt een beetje raar en dat is het in zekere zin ook, maar dat betekent eigenlijk dat bad- en douchewater recyclen, dat mag volgens de wet niet. Het is of water van het dak of grondwater. Dus dat moet je even meenemen op het moment dat je gaat spreken over grote collectieve systemen. Nou, dan zoom ik even verder in op de woningbouw. Dit is een vrij bekend plaatje wellicht. Dat geeft een huis weer. Daarin wordt het regenwater opgevangen via een filter. Er gaat een tank in, er staat een pompje en een besturing. En dan ga je het water dus gebruiken voor je toiletspoeling, je wasmachine en je tuin. Niet de vaatwassers en zeker niet de douche. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Dus wc, wasmachine en tuin bij individuele woningbouw. En het effect daarvan is heel groot. En in Vlaanderen is het nog wat verder. Daar zit de Universiteit Leuven. Daar is een professor, dokter ingenieur is die eigenlijk. Die onderzoekt daar en die maakt software. En met die software kun je kijken wat een bepaald perceel doet als je bepaalde maatregelen neemt. En in zijn simulatie heeft hier een woning met een dak van 80 vierkante meter genomen. Het gemiddelde dakoppervlakte in Nederland is 85. Dus dat is best een realistisch beeld. En dan zie je wat dat systeem de komende jaren, dat wil zeggen de komende 100 jaar, gaat doen. En dan zie je dat het bijna 4000 kubieke meter water zal lozen met een piekintensiteit van 1,6 liter per seconde. Nou, als we dat huis nou voorzien van een regenwaterput met 7500 liter en we gaan er even vanuit dat er 2,7 personen gemiddeld wonen en die maken dagelijks gebruik van die regenwaterput, dan zie je dat het effect van dat perceel op de omgeving, op het watersysteem, gigantisch aan het veranderen is. De hoeveelheid water die geloosd wordt, dat is bijna 500 keer zo weinig. Die gaan van 4000 kubieke meter gaan we naar 72 kubieke meter. Dus dan kun je gelijk hardop afvragen, waarom hebben wij dat grote watersysteem nog nodig? En de piekafvoer, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor alle wateroverlast, die gaat maar liefst naar beneden naar 20%. Die gaat van 1,6 naar 0,3 liter per seconde. Dus dan zie je dat een regenwatersysteem met een relatief grote put, met dagelijks gebruik, een hele grote footprint heeft op zijn watersysteem. Nou, die tanks die kunnen we in alle soorten en maten bouwen. Kunststof, ronde kunststof, platte kunststof, zoals grondwaterbestendige kunststof, waterzakken, binnentanks. Maar ik wil even de nadruk leggen op de betonnen putten, om de doodeenvoudige reden dat het meeste toegepast worden. Omdat ze een hoop problemen niet hebben. Denk aan opdrijvend vermogen in gebieden met grondwater. Maar met name de prijs. Betonnen putten zijn aanmerkelijk goedkoper dan kunststof, met name de grotere versies. Het heeft eigenlijk te maken met de wijze van produceren zoals we dat de afgelopen 15 jaar doen. We
Er zitten gigantische massa's tegenwoordig in. Dat betekent dat de kostprijs van een betonput enorm verlaagd is de afgelopen 20 jaar. Nou, dat kunnen we dus, dat maken we dus. En dat is dus niet alleen voor de hogere segment woningbouw, maar dat kan ook projectmatig. In dit geval zie je een wijk in Goes, daar is de regelaar voor gebruikers verplicht. En deze foto's die laten zien, tanken van 4000 liter. Dan moet je denken in de prijsrange van ongeveer 2700 euro per woning, helemaal compleet. Dus met filter en put en pomp, alles bij elkaar. Ga je dit individueel aanvliegen, dan moet je ongeveer rekenen op 4.000 à 5.000 euro per woning. En ga je richting appartementen, dan moet je denken aan 400, 500 euro per woning. Maar daarbij geldt dus die wet, dat wil zeggen, je mag alleen wc's aansluiten. En bij de individuele woningen mag je wc, wasmachine en tuin. Nou, het kan bij woning, kan ook bij utiliteitsbouw. Deze foto's geeft project aan bol.com in Waalwijk. Dan worden gewoon grote betonnen putten van 20.000 liter gekoppeld tot één groot communicerend vat. En dat is het waterbassin voor alle toiletten in het hele gebouw. Nou, dat focust zich hoofdzakelijk op nieuwbouw. We kunnen ook dingen realiseren in bestaande bouw. Daar valt natuurlijk ook een grote slag te slaan. En daar liggen veelal waterkruipruimtes. En daar kunnen waterzakken in. Dus daarmee hoef je niet te graven, geen grote problemen. Het is makkelijk te plaatsen in de kruipruimtes. Maar dan geldt één ding als je regenwater wil gebruiken en dat is je kwaliteit. Kwaliteit is het allerbelangrijkste. Dat betekent dat je het allereerst koel en donker op moet slaan. Dus niet water halen uit een gracht of een vijver. Want het wordt allemaal blauwallig en bacteriën en virus in de zomer. Dat moet je allemaal niet willen. Het is koel en donker. Er zijn er vervolgens vier voorwaarden waar je aan moet voldoen. Allereerst, je moet het eerst filteren. Dus niet filters achteraf, achterpomp of zo. Nee, bij de ingang moet de filter zitten. Daarmee voorkom je dat je put te zwaar belast wordt met organische vervuiling. Tweede punt is dat je dat water inbrengt met een rustige toevoer. Ja, dus je moet het niet in je water laten kletteren, want dan krijg je opwerking van de sedimentlaag op de bodem. Als je pomp dan aanspringt, dan zuigt hij het vervuilde water mee naar binnen. Je moet werken met een drijvende aanzuiging. Dus 15 centimeter onder de waterspiegel. Daar heb je namelijk geen drijvend vuil en geen bezinksel. Dus daar heb je kraakhelder water. En tot slot moet je ervoor zorgen dat je een overloop hebt met een skimmer. Die op regelmatige basis het water, net zoals bij een zwembad als het ware, afroomt. Dat je met name je drijvende vuil, denk aan stuifmeel, kerosine. Dat je dat afroomt van je wateroppervlakte. Dus daar moet je rekening houden als je een tank gaat maken of aanleggen. Nou, en vervolgens, dat is voor de techneuten onder ons van belang, we hebben te maken met technische normeringen. En vroeger sprak men over de VWIN 3.8, de waterbladen. Maar tegenwoordig is dat vervangen door de EN1717, de Europese norm. Dat betekent dat ieder regenwatersysteem, dat wordt gezien als categorie 5 water, dus daar moet of een AA-onderbreking tussen, of een AB-onderbreking. Dus je moet echt een fysieke scheiding hebben met je regenwaterleiding en je drinkwaterleiding. Nou, het meest toegepaste is de AB en die werkt ongeveer zo dat er een systeem is met een pomp erin en een klep. En de systeembesturing die bestuurt die klep en die pomp die zuigt in principe uit de regenwatertank, mits daar water aanwezig is. Als de besturing dan ziet dat die regenwatertank leeg is, dan schakelt die klep en dan om en dan gaat die pomp zuigen uit een intern breektankje. En die heeft een drinkwateraansluiting en een overloop. En die norm die is ingebouwd in het hoogteverschil tussen die overloop en die drinkwaterleiding. Het eist een bepaalde hoogteverschil en dat is afhankelijk van de diameter van de drinkwaterleiding. Maar in dit breektankje kan die norm gewaarborgd worden. Nou, daar wil ik jullie niet te lang mee lastigvallen. Maar heel kort door de bocht, als je echt zeker wil zijn dat je een veilig systeem hebt, plaats er dan gewoon eentje met Kiwa-certificaat of Belgaco-certificaat. Dan weet je altijd dat je aan de normen voldoet. Dus dat toestel hangt dan binnen en buiten zit dan de regenwaterput met dat filter erin. Die heeft een drijvende aanzuiging, een sensor of een vlotte schakelaar die om kan schakelen. En dan ligt er een mantelbuis naar binnen, naar de technische ruimte waar die pomp opgesteld staat. Nou, op het moment dat je nou echt serieuze bergingen moet gaan creëren, hè, zoals Amsterdam, 60 mm bijvoorbeeld, dan kun je ervoor kiezen dat je die bergingsvolume in de tank gaat maken. Dat zien we nog niet veel toegepast omdat het vrij onbekend is. Maar als je de goedkoopste prijs per liter wil gaan maken, dan is het mooiste als je die tank zo uitvoert. Dat betekent dat je de onderste laag van zo'n tank of put, dat je die gebruikt voor je toiletspoeling, wasmachine en tuin.
En de bovenste laag, die laat je tijdelijk aanwezig. Dus als het hard regent, stroomt het er met een hoge snelheid de tank in. En dankzij die drossel, noemen de Duitsers dat, maar wij noemen dat retentieslang, houden we dat tijdig vast in die bovenste laag van de tank. En we leveren het uren na de regenbui langzaam gedoseerd af van het riool. Nou, de ontwikkelingen waar we op dit moment mee bezig zijn, is dat we eigenlijk niet meer willen reageren, maar we willen eigenlijk anticiperen. Dus op het moment dat er een bui gaat komen, willen we eigenlijk al dingen gaan doen. En dat is een beetje de ontwikkeling waar de nieuwe besturingen naartoe gaan. Er zit een app-besturing op, die houdt buienradar of de weersverwachting in de gaten. En op het moment dat hij ziet van dat er een bui komt die extreem hoog gaat worden, zo extreem dat er waterschade overal gaat ontstaan, op dat moment maakt die buffer het volume al leeg, dus voor de regenbui. Dus op dat moment heb ik dat volledige volume beschikbaar voor die extreme bui die gaat komen. Nou, moet je voorstellen dat je dit, als je dit kan integreren in je watersysteem, net zoals dat bij elektro ook het geval is. Denk aan PV-panelen en zo, die piekoverengsten van zon en wind, die moeten we afvlakken op de een of andere manier. Zeker als we straks niet meer terug moeten leveren. Nou, dat principe doen we hier ook. Maar dan zou het zo kunnen zijn zelfs dat we waterschappen of gemeentes toegang geven op dit platform, dat zij in hun stad alle volumes leeg kunnen laten stromen, zodat ze die bergingscapaciteit beschikbaar hebben in hun watersysteem. Nou, en een andere ontwikkeling waar we heel actief mee bezig zijn, dat is dat we de koppeling leggen met bronnen voor water, voor warmtepompen. Omdat eigenlijk het meest milieuvriendelijke materiaal wat er is eigenlijk water. Sterker nog, wij zijn zelf water. Dus op het moment dat je energie kan opslaan in water, dat is eigenlijk de meest duurzame manier die er is. En dat doen we met dit systeem. Dat wil zeggen, gebruiken de regenwaterputten als bron voor je warmtepomp. En daarnaast als bron om het te gebruiken. Dus met zo'n systeem is het een waterbron, je hebt je waterretentie en je hebt je thermische bron om gebouwen te verwarmen en te koelen. Dus dit zal de nabije toekomst zijn dat we dit allemaal ophangen aan waterbergingseisen. Zodat we zowel thermisch als qua watergebruik, dat we regenwater echt als een bron, als een oplossing hebben. Dus tot zover mijn betoog. Dus zijn er nog vragen? Sorry, ik neem het even van je over, Fred. Ja. Ik zie dat er op dit moment geen vragen zijn. Fred, merk je wel dat er een enorme ontwikkeling is nu met nieuwbouwprojecten, dat zeg maar in initiële budgetten, dat er geen rekening mee gehouden is met kosten voor regenwaterretentie of infiltratie? Ja, tuurlijk. Geld is altijd een issue natuurlijk. En de bouwkosten die stijgen. Financiële mogelijkheden zijn vaak wat minder tegenwoordig. Dus kostprijs is zeker een issue. Alleen bij die bergingseis moet het. Dus dan, dat merken wij veel. Op het moment dat mensen voor de keuze komen te staan van oké, ik moet investeren, want ik moet het. En ik heb de mogelijkheid om het te investeren in een systeem dat het water vasthoudt of infiltreert. Waar ik verder eigenlijk zelf niks aan heb. Mensen dan wel geneigd zijn om iets meer uit te geven. En er een regenwatertank van te maken en er daadwerkelijk iets mee doet. Met name de tuinsystemen zien we eigenlijk de laatste 2 jaar. De groei daarvan eigenlijk best wel enorm is. En dat heeft weer te maken met wat ik net zei, ja, draagvlak. De meeste mensen vinden het eigenlijk vrij logisch om je tuin te beregenen en je wc te spoelen met regenwater in plaats van drinkwater. Maar gewoon een praktische vraagje. Denk je dat je ook met de keuze van je sanitair rekening moet houden als je zeg maar regenwater gebruikt? Hè? Want je hebt bijvoorbeeld sanitair met speciale coatingen, hè? Waardoor je minder aanhechting van vuil en via vuil en spullen krijgt, hè? Want drinkwater of regenwater buiten, is dat nou dezelfde kwaliteit als regenwater of drinkwater, zeg je? Nou, de keuze van sanitair, een extra laag op je keramiek, is dat een aanrader of zeg je van nou, in het algemeen zit dat wel goed, of hangt het af in welke regio je zit? Want ik kan me voorstellen als je in de bottleneck zit, dan krijg je natuurlijk iets ander regen binnen als zeg maar op de Veluwe. Ja, nee, je kan gewoon het standaard sanitaire materiaal gebruiken. En mits, wat ik net zei, je moet die rustig toevoer hebben, die filter, de drijvende aanzuiging en het overloopsifon. Dat is een absolute voorwaarde, anders krijg je onherroepelijk bruine handen. Dus dat moet je echt doen. En een belangrijke factor is je dak, daarmee je dakmateriaal.
Denk aan riet bijvoorbeeld. Allereerst die hebben bijna geen dakgrootte, dus dan begint het al, hoe krijg ik het in de tank? Maar het is ook een wat hogere zuurgraad. Dus riet moet je met je mee uitkijken. Sedumdaken, daar ben ik, als je het hebt over ecologisch bouwen, ben ik er een groot voorstander van. Heb je het over regenwatergebruik, dan juist niet. Om de dood eenvoudige reden, het houdt best veel water vast. Dus als er 100 liter valt, heb ik maar 30 liter beneden. En het kan verkleuren. En verkleuren, dat is iets vervelends, want dat filtert er niet 1, 2, 3 uit. En als je een bak koffie door ons filter gooit, aan de andere kant is het net zo zwart als dat erin kwam. Dus het dakmateriaal, morsedum raden we in principe af. En je hebt nog bitumendaken. Dan zou je dat sowieso in het duurzaam bouwen niet moeten toepassen, maar dat is een hele andere discussie. Maar bitumen is een olieresidu en op basis van UV-instraling scheidt dat ook een stof af. En daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde, dat het lost op in het water. Dus dan krijg je ook een beetje een vergeling van het water. Normaal, als je EPDM-daken hebt, of gewoon een pannendaken of wat dan ook, dan hoef je je sanitair niet aan te passen. Nee, en dat is zo zeggen, want als er regenwater, of hemelwater uit de lucht valt, dan is het dus vrij, op zich vrij zuiver water. Hè? Ja. Als je kijkt naar het leidingwerk, kun je bijvoorbeeld koper toepassen? Of is dat a priori alleen maar kunststof? Of, want ik weet niet wat de pH-waarde bijvoorbeeld is. Hè? Want denk ik, is het vrij onthard water, hemelwater, hè? Dus het is vrij zuiver water. Hè? En als je dan metaal koperen leiding hebt, dan heb je wel kans op dat je misschien corrosie krijgt. Vanwege het feit dat er de evenwicht wordt gestuurd. Of wat zijn daar jouw ervaringen mee? Ja, nou ja, regenwater is lichtzurig. En de discussie is een tijd geleden met name vanuit de kunststofindustrie hard gevoerd. Dat het allemaal kunststofleidingen moeten zijn. Ik sta er wat neutraler in. Eigenlijk maakt het me niet uit, zolang het technisch gezien wel goed gaat. En er is een Duits rapport, die heeft er onderzoek naar gedaan. Eigenlijk zijn er twee. De eerste heeft gekeken naar de zuurgraad van regenwater, of het nou echt schadelijk is, ja of nee. Daaruit bleek dat er een paar regio's zijn waar dat het geval is. Moet je denken aan het Duitse Ruhrgebied. Maar het grootste, maar dat was nauwelijks grensoverschrijdend. Het grootste verschil is dat we eigenlijk in het materiaal van de put hebben gemeten. We konden echt meten dat kunststoftanks, daar is de zuurgraad wat hoger dan bij betonnen putten. Omdat de betonnen putten de zuurgraad iets neutraliseren. Dus ik sta er neutraal in. Wat mijn adviezen betreft, moet je nou kunststof of koper nemen. Wat ik heel goed vind en ook echt adviseer, is neem het onderscheidend. Dus als je je normale net doet in kunststof, doe dan het andere in koper of andersom. Of desnoods met kleuren. Maar zorg dat die twee leidingen gewoon echt wezenlijk niet op elkaar lijken. Dan is de kans op foutverbinding ook het kleinst. Oké. Even een vraagje vanuit de deelnemers. Els vraagt, stel je gaat dat, wat je net noemde, dat gebruik voor warmteopslag, hè, die combi. Hè. Mm-hmm. Moet je dan extra groter volume gaan toepassen? Hè? Of zeg je van, joh, dat zat ook al zeg maar in de eis van 30 of 60 millimeter. Hoe kijk je daar tegen als je dat moment gaat combineren met warmtepomp? Ja, nou dat is een van de redenen waarom ik daar zo enthousiast over ben. Buiten de duurzame aspecten. Maar als je kijkt naar het bergingsvolume dat wat we moeten creëren voor ons watersysteem, dan chargeer ik het een beetje. Maar eigenlijk leggen we dat volume neer voor de zomer. Dan hebben we extreme pieken. De kans op hele extreme buien, dat zit in die zomerse avonden. Denk aan zo'n onweersbui die je dan krijgt. En daar zit ook eigenlijk de piek in je waterbehoefte. Dat hebben we 6 weken geleden wel gezien. Dan staat iedereen in de tuin te beregenen en dan worden de zwembadjes gevuld. Dus je piekvraag naar bergingsvolume en watergebruik ligt eigenlijk bij regenwatergebruik in de zomer. Als ik dan kijk naar de warmtevraag, de energievraag bij de warmteput, is dat net andersom. In de winter, dan is de energievraag het grootst. En dan zijn mensen, hebben niet alleen warm tapwater, maar die hebben ook verwarming van hun woning. Dus op dat moment is er juist het meest behoefte aan volume voor je warmteput. Dus als je twee putten hebt, en je kan die seizoensafhankelijk de prioriteiten van aangeven. Dus heel concreet in de zomer zeg je van nou een deel van de warmteput komt ten goede aan het bergingsvolume. En in de winter zeg je een deel van het volume komt ten goede aan de warmteput. Dan kun je onderaan de streep eigenlijk met het meest efficiënte volume gaan rekenen. Terwijl je ieder seizoen eigenlijk een perfecte situatie gecreëerd hebt. Maar van Fred, je hebt, als je die warmtepomp gaat toepassen, heb je niet extra volume nodig. Je hebt... Klopt het dat je eigenlijk zegt, joh, je hebt zeg maar die 10 kuub altijd nodig, hè? Als het nou retentie is of infiltratie, of ja, retentie van de regenwater. Hè? Je hebt niet extra meer kuubs nodig, wil je een warmtepomp gaan toepassen.
Nee, dus als je zegt van je hebt een normale bron, stel maar voor je wil dit doen als een normale bron, net zoals ieder andere bron. En je zegt van je gaat het met allebei doen, regenwatergebruik en een bron, dan krijg je dus twee putten. Maar het totale volume zal afnemen in plaats van toenemen. En dus je kan wat efficiënter door de bocht. En even vragen, want je noemde in je presentatie, je hebt een Limburg 30 mm als eis en Amsterdam 60. Verwacht je dat er straks een landelijke norm overheen wordt gesmeerd? We zitten nu zeker in een soort onderzoekende fase. Je ziet dat 108 gemeentes die hebben al subsidie, die anderen die volgen nog. Of verwacht je dat er wel straks een landelijke norm komt? Of wat zijn daar de ontwikkelingen in? Want dat is natuurlijk, je kunt zien als ik dus in Limburg een nieuwbouwproject heb, hoef ik maar de helft van de kosten te hebben als bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar staan dat het in Limburg misschien makkelijker inpasbaar is dan in Amsterdam. Hoe zie je daar de ontwikkelingen? Dus je vraagt me eigenlijk of ik vertrouwen heb in de politiek. Dat wil zeggen. Ja, dat weten we allemaal, dat kunnen ook wel zijn, toch? Dus of ze eerder reageren of dat ze op de rand gaan zitten wachten. Dat is eigenlijk wat je vraagt. Ja. Ik hoop dat ze sneller reageren. Er zijn ook wel andere aspecten die spelen. Denk aan juridische aansprakelijkheid. En nu die waterstesten allemaal klaar zijn, staat het echt zwart op wit waar wij de problemen hebben. Dus mijn hoop is dat de politiek proactief norm gaat bedenken die overal toegepast gaat worden. Ik verwacht wel dat dat regionaal afhankelijk zal zijn, omdat het ene regio een totaal ander probleem heeft dan de ander. In het westen van Nederland gaat het hoofdzakelijk om bergen. De afgelopen zomer heeft ons ook geleerd dat het oosten van Nederland, daar gaat het ook om bergen, maar ook om de bronnen aan te vullen. Omdat we gewoon een verlaging van ons grondwaterpeil hebben. Een hoop waterbedrijven die grondwaterafhankelijk zijn, die hebben steeds grotere problemen. Dus we moeten die reserves op een of andere manier aanvullen. Dus daar gaat het meer om vertragen, vasthouden, infiltreren, dan om bergen. En denk aan Zeeland en Rotterdam, daar zit je op de Zeeuwse klei, daar kun je helemaal niet infiltreren. De beste deel van de wereld niet. Dan moet je alleen maar bergen. Dus het zal wel regionaal afhankelijk of verschillend zal gaan worden verwacht. Ik hoop dat de politiek snel reageert. Ja, dan hebben we de interessante vraag van René de Bakker. Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hij zegt van joh, komt er niet een bemetering van afvoerriolen? En als zeg maar financiële prikkel, hè, wat je nu ziet is dat er volgens mij bij wet geregeld is, of bij, op het moment dat een object een WOZ-waarde heeft, moet je waterschapbelasting betalen. Hè. Maar ja, nu, als je gaat afkoppelen, dan ontlast je het systeem. Ja. Hè? Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van joh, ik zou dat eigenlijk niet hoeven te betalen. Hè. Hoe zie je dat? Gaan ze dat zeg maar aan de andere kant meten? Hè? Want je kunt zeggen, via de watermeter kan ik kijken wat ik loos, hè? Want meer als dat ga ik niet lozen. Hoe zie je dat, die ontwikkeling? Ja, nou ja, er heerst wel een beetje de trend. En dat is niet alleen bij de waterschapspartij waar ik bij zit, maar dat is ook water natuurlijk. En er zijn nog een paar partijen die streven echt wel naar het motto van de vervuiler betaalt. Dat is wat er eigenlijk op dit moment gebeurt. Op het moment dat je gaat afkoppelen, dan ben je dan doe je niet mee aan de oorzaak van het probleem. Maar je helpt het juist voorkomen. In het huidige belastingstelsel word je daar op geen enkele manier voor gecompenseerd. Of je wordt op geen enkele manier gestimuleerd om iets te gaan doen. Als je dan kijkt naar Duitsland bijvoorbeeld. Daar hebben ze alle watergerelateerde kosten. Hè, watersysteemheffing, rioolzuiveringsheffing. Daar hebben ze al die heffingen verlegd in de kubieke meterprijs. Dus op het moment dat je veel water inneemt, dan loos je veel en dan betaal je ook veel. Dus dan hebben ze een hele variabele kostprijs gerealiseerd die relatief hoog is. Verwacht je dus dat wij meer naar het Duitse model gaan dan? Dat zeg maar de prijs van zeg maar de belasting gaat dan eraf en de kubieke prijs water gaat omhoog. Is dat iets waar we mee rekening kunnen houden hier in Nederland? Of zeg je van nou? Ja, kijk, dit probleem is zo groot. Dat moeten we met z'n allen aanpakken. En de prioriteit is inmiddels ook wel echt urgent aan het worden. Daarvan is eigenlijk iedereen zich bewust. En als je dan kijkt naar de verdeling van het Nederlands grondgebied, dan is meer dan de helft is gewoon perceel privaat eigendom. Dus als jij grote stappen wil maken, en die moeten we maken, want we moeten van naar die 150 mm toe, dan moeten we grote stappen gaan zetten. Dan kun je niet om het private domein heen. Dus je moet die particuliere investeerder, die moet je wel meekrijgen, anders gaat het niet lukken. Nou, dus je moet hem financieel prikkelen op de een of andere manier om investeringen te gaan doen. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie van tijd is, dat al die heffingen variabel, of toch het grootste deel van die heffingen, dat die variabel zullen
zijn. Dat lijkt ook logisch. Oké. Een vraagje, als je die putten gebruikt voor warmteopslag, hè, welke temperatuur ga je dan naartoe? Kun je daar wat over zeggen? Ja, dat is magisch. Dat is water. Hè? Water heeft een hele mooie eigenschap. Op het moment dat overgaat van vloeibaar naar vast, hè, dus van water naar ijs, zeg maar, dus dan ga je van plus 2 naar min 2, die fase verschuiving, die heeft net zoveel energie als van 10 naar 90. Dus als je dat vriespunt, hè, dat slushpunt, die ijspunt, zeg maar, als je dat gaat zoeken, dan kan je een heel efficiënt bronsysteem creëren. Dus in principe moet je rekenen dat de brontemperatuur bij ons fluctueert tussen de 24 en de min 2 graden. Maar dan moet je wel kijken waar die ligt, want als die binnen je thermische schil ligt, dan heb je dus wel een vrij grote koude bron in je gebouw zitten. Hè? Dus ja. Neem aan dat die temperatuur met name op de putten in het terrein van toepassing is. Hè? Dus, ja, of haal je dat ook met zo'n staande bal met zo'n zak in de, met zo'n kunststofzak in de kruipruimte? Ja, dan hebben we het over temperaturen in de put. En waar je dan ook goed rekening moet houden als je dat met één put gaat doen. Dat je het niet kan gebruiken voor je toilet en je wasmachine. Omdat je dan condensproblemen in je huis kunt gaan krijgen. Omdat het water echt te koud is. Oké. Even kijken, want ik wil nog een stuk of 4 vragen behandelen. De rest komt dan in de mail van Milene. Is er een Europese norm voor de kwaliteit van gebruik hemelwater? Of is het gewoon... Nee, die is er niet. Er zijn wel normen over wat is drinkwater en wat niet. Er is geen norm voor welk water mag je nou door je toilet spoelen. Dus dat wij als brons hebben ooit tegen elkaar gezegd, als we ons gaan spiegelen aan een bepaalde waterkwaliteit, wat het dichtst bij ons in de buurt komt, dan is dat zwemwater. Daar is wel een norm voor. En daar kun je langdurig huidcontact mee hebben. Dat kun je zelfs sloksgewijs een paar slokken binnenkrijgen. Dus wij conformeren ons in principe aan de zwembadwater. Oké, en niet aan de Europese norm, de 16.941. Nee, echt aan de zwembadwater waar wij altijd naar kijken. Oké, dan kun je ook een beantwoordende vraag naar doen. Stel, je plaatst een tank bovengronds. Is dat een optie en hoe is dat in relatie tot de microbiologische activiteiten natuurlijk? Hè? Want je krijgt dan, afhankelijk van de temperatuur, met name in de zomer, krijg je natuurlijk een klimaat gecreëerd wat heel interessant is voor bacteriën. Hoe kijk je op het moment, is een bovengrondse plaatsing zinvol? Of zeg je van, ja, dat kan, maar onder voorwaarden? Ja, dat kan. We maken ook die tanks, maar er zitten wel die voorwaarden bij. Allereerst vorst, daar kunnen kunststoftanks gewoon niet tegen, die vriezen kapot. Niks is zo sterk als uitzettend water. En in de zomer gaat de temperatuur echt meespelen. Op het moment dat het boven 20 graden wordt, dat wordt het al vrij snel. Zeker als het zwakke tanks zijn die bovengronds in de zon staan, dan wil ik het eigenlijk niet gebruiken voor toiletspoeling en wasmachine. Dan is gewoon, mijn voorkeur is altijd koel, donker, zonder de grond. Oké, helder. En even kijken, je noemde het, dat er een eis komt dat we die 300 liter per seconde per hectare gaan opverhogen. Hè? Ja. Is er al correspondentie of jurisprudentie over waar we dan, of de vragensteller die is, waar kan ik dat ergens vinden op internet of waar? Waar is dat te vinden? Dat is voor mij van de laatste TVBL-commissievergadering zelf geweest, dat is van de TVBL zelf. Oké, maar dan moeten we. Daar is over gestemd dat het richting 400 liter per seconde gaat. Oké. Dat is nog een vraag over MIOP, maar dat kun je wel ook wel in de dingen beantwoorden in de Q&A. Even kijken, is het mogelijk om de piekcapaciteit van regenwaterpompen te verhogen door een druk expansie met een bepaald volume aan de perszijde van de pomp te plaatsen? Ja. Okay. Ja, dat doen we hoor. Bij woningbouw zien we dat niet zoveel, want het rendement daarvan is niet zo heel groot. Maar eigenlijk zijn alle collectieve systemen die we doen, en dan moet je denken aan scholen, gemeentehuizen, bibliotheken, kantoren, er zit bijna altijd een expansievat van per se. Dat is vrij standaard. Oké, dan een vraag over jouw over de Vlaamse professor. En die potanalyse, is die beschikbaar? En is die ook voor welke type gebouwen is die allemaal relevant? Is dat voor woningbouw, ziekenhuizen, noem maar op? Of kun je daar gewoon op basis van dakoppervlakte gewoon elk gebouw uitrekenen, even plat gezegd?
Ja, dat kan je in principe iedere vorm gebruiken. Het is gewoon software, dat kan je gewoon kopen van Sirio. Dat is gewoon voor iedereen beschikbaar. Dat is Vlaams, dus dat heeft een vrij wetenschappelijk karakter. Maar je hebt in Nederland iets vergelijkbaars, hoor. Stichting Rionet, die heeft RainTools. Dat is een programma waar je ook dit soort simulaties mee uit kan voeren. Dat is wat visueel wat sterker. Maar dat kan in principe gewoon voor woningen, maar ook voor utiliteitsgebouwen kan altijd. Oké. Even kijken, de vraag over de 60 mm ijs. Hè? De vraag is dat per uur? Hè? Want ik lees ook dat er een aantal millimeter per 5 minuten of per 15 minuten is. Hè? Ja. Die 60 mm is voor mij per verhakt oppervlakte. Hè? Er is geen tijdsfactor aangebonden. Hè? Nee, dan zie je de wetgever een beetje worstelen. Hoe geef je nou praktische invulling aan dat woordje wat er technisch, redelijkerwijs van hem of haar verwacht kan worden. Dat zinnetje, daar kun je natuurlijk lichtjaren over discussiëren. En je ziet, daarom heeft de wetgever dat relatief eenvoudig gehouden. Die spreekt over 60 mm berging, dus dat is per oppervlakte-eenheid. Dus als je 100 vierkante meter dak hebt en je moet 60 mm bergen, betekent dat dus 6000 liter waterberging. Er zit geen tijd aan gebonden. Maar Fred, even nuance. Het is toch niet alleen het dak, het is toch ook het verhard oppervlak van bestrating en dat soort zaken. Hè? Of valt dat buiten? Ja, meestal pakt men enkel het dak. Omdat op het moment dat je spreekt van afvloeiend hemelwater, dus wat van het perceel afstroomt, dan kom je wel weer onder de verantwoordelijkheden van de gemeente. Maar het dak, dat is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, dat is echt van de perceeleigenaar. Dus het is het makkelijkste om onderaan het dak, om daar een bergingseis te definiëren. Maar er zijn gemeentes die hebben aanvullend op de bergingseis ook een soort ledigingseis, dat het dan binnen 48 uur leeg moet zijn, of binnen 5 dagen, zie ik ook wel eens. Dus dan hebben ze de zekerheid dat die volumes leegstromen. Oké, helder. Nou goed, de rest van de vragen die gaan we even per mail beantwoorden. Fred, in ieder geval, jij hartelijk bedankt voor deze uiteenzetting. En ik hoop dat het voor een aantal mensen inspirerend is geweest om verder te bouwen aan een duurzaam en sustainable Nederland. Dan wil ik nog even, dat was al een tijdje in het beeld, de volgende webinars aankondigen. Hè. Dus 24 september hebben we nog een webinar en de 29e. En verder denk ik dat het goed is om je aan te melden bij de PVL. Liefst ook lid worden, om te zorgen dat de continuïteit van onze vereniging gewaarborgd blijft. En dan wil ik iedereen verder een prettige dag wensen. En zijn er nog vragen, stel ze nog even in de chat. Helene zal ze verzamelen. Fred zal ze beantwoorden. En dan hebben jullie begin volgende week antwoord erop. Oké, dan wens ik jullie verder een fijne dag. Tot ziens.